Het comité van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld heeft vandaag tijdens een persconferentie meer informatie gegeven over het gesprek met de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS. Dit gesprek is afgelopen maand gehouden. Er is gesproken met secretaris-generaal Luis Almagro. Het comité heeft onder andere ook zijn plannen voor de nabije toekomst bekendgemaakt. Met name het aanleggen van een pad voor verzoening en een nationale conferentie over dialoog, waarheidsvinding en gerechtigheid staan op de agenda. Volgens Humphrey Yeru, voorzitter van de organisatie, zijn de voorbereidingen voor het pad van verzoening nu in volle gang. Hij laat weten dat de eerste wandeling op dit pad op 8 december van dit jaar zal plaatsvinden. Yeru beweert verder dat het december strafproces niet het gewenste resultaat zal opleveren. Het comité maakt zich daarom sterk voor dialoog en verzoening. In dat kader zal er een nationale conferentie gehouden worden op 6 december. Yeru geeft aan wat de doelen zijn van deze conferentie. Als eerste doel dat de stem en het gezicht van de slachtoffers natuurlijk weer naar buiten komt. En dat ze dus gezien worden en gehoord worden. We zullen een routekaart ontwikkelen om dialoog en verzoening vorm en inhoud te geven voor de komende jaren. We willen een platform bieden voor excuses van een vertegenwoordiger van de staat namens alle voorgaande regeringen. Het zou kunnen zijn de president, maar als die niet kan, dan een andere vertegenwoordiger van de staat. Het zal een unieke moment zijn om de Surinaamse ervaring te delen met internationale organisaties, met internationale organisaties. De unieke situatie in Suriname is dat initiatief voor dialoog en verzoening vanuit de bodem is begonnen. Het is niet vanuit de regering geïnitieerd, het is vanuit de slachtoffers zelf geïnitieerd. Sandeel Hira ziet evenals Yeru geen heil in het strafproces dat nu nog loopt. Hij benadrukt dat de rechters gepolitiseerd zijn. Ten aanzien van het gesprek met de OAS zegt Hira dat deze organisatie haar ondersteuning heeft toegezegd aan het comité. Voor Hira is deze toezegging heel belangrijk. We willen steun van de OAS voor de organisatie van de nationale conferentie op 6 december. En steun voor het proces van dialoog en verzoening. En ten tweede, we willen als comité in contact komen met andere comité's in andere landen, zeker in Latijns-Amerika, die zich bezighouden met politiek geweld, dialoog en verzoening. Hij heeft daar volmondig ja op geantwoord en heeft gezegd dat hij dat van harte zal steunen. En we hebben afgesproken dat het contact verder via het ministerie van Buitenlandse Zaken zal verlopen. We hebben met de minister gesproken, Polak, hoe dat vorm en inhoud te geven. En we zijn erg blij met de medewerking van het ministerie daarin. En dus de stand van zaken is nu dat de OAS heeft aangegeven het proces van dialoog te willen ondersteunen. En wij in de nabije weken, de komende maanden, daar vorm en inhoud aan zullen geven. Sandeel Hira, vertegenwoordiger van het comité van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. De organisatie is geen voorstander van het 8 december strafproces. Zij probeert daarom via dialoog en verzoening een oplossing te brengen in deze kwestie.